Ik had erop gehoopt, uiteraard, ja. Ik denk dat de film, Gordon in de sector, dat hem heel goed onthaald is door de professionelen en zo. Ondanks het feit dat er misschien te weinig Franstaligen de film gezien hebben. Dat is een typisch fenomeen voor Vlaamse films, denk ik. Maar ik ben wel heel blij dat we hier geraakt zijn met de film, in Franstalig België dan. Ik moet zeggen, met Runskop in de tijd. En met Ardennen ook kregen we zo'n beetje de commentaar van kijk, goeie film, maar jullie lachen een beetje met de Franstaligen. En hier zijn we goed mee weggekomen door alle Franstaligen aangekleed te laten. En we lachen dus met de Vlamingen. Dus. Ja, ja. Maar het was toch wel ook een Waalse co-productie. Dus hoe belangrijk is het om samen met de Walen films te maken? Ja, ik vind het superbelangrijk, want ze hebben heel erg veel ervaring met door samenwerken met Frankrijk en zo, op grotere films, grotere budgetten en producties als Versus Production, waar we nu met Patrick mee gedaan hebben, is super. En er worden samenwerkingen uitgecreëerd naar de toekomst toe. Tim Milans heeft nu intussen een film gedaan met Bully Lanners, waar ze elkaar ontmoet hebben en leren kennen hebben op de set van de Patrick. Samen een film geregisseerd in Schotland voor Versus Production. Dus op die manier worden er echt wel uitwisselingen gedaan en samenwerkingen aangegaan tussen acteurs, regisseurs, producenten, waardoor de films denk ik beter worden. En hebben jullie bijvoorbeeld met Versus dan nog plannen in de toekomst? Versus gaat vele maten haar eerste film als regisseur co-produceren, Smelt, van Lise Smit, die we volgend jaar draaien. Dus stellen vast dat we dat samen gaan doen met Versus. Nu nog hopen dat Veerle wint ook vanavond. En ik hoop dat Veerle wint. Ik hoop dat ze een Oscar wint met haar kortfilm. Ja. Dat zou wel mooi zijn.